Wij blijven de actie volgen. Dat doen we met Evelien de Bruin vanuit Studio 24, waar zojuist de gezamenlijke uitzending is afgelopen, maar het belpanel gewoon doorgaat. En met Maureen Dutoit, ze is voor ons in Harderwijk, waar scholieren op dit moment 55,5 uur fietsen voor Giro 555. En verslaggever Ilse van Wingerden staat in het nieuwe Luxor in Rotterdam, waar bij de musical All Shook Up wordt gecollecteerd. Welkom bij Hart voor Haiti. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart voor Haiti. Grote hulpactie voor Haiti in volle gang. In heel Nederland worden hartverwarmende acties georganiseerd. Opnieuw grote groep kinderen uit Haiti aangekomen. Tientallen bezorgde adoptieouders sloten ze vanmiddag in de armen. En Nederlandse Haitianen wachten nog altijd op een levensteken van hun dierbaren. Het is gewoon nu zijn afwachten en hopen. Dit is Hart voor Haiti met Marleen Saupala en Selma van Dijk. De gezamenlijke televisieactie op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6 is een doorslaand succes. U heeft het waarschijnlijk net al gehoord. Maar tot nu toe is er al ruim 33 miljoen euro ingezameld. Ja, een geweldig bedrag natuurlijk. Maar er is nog veel meer nodig voor de slachtoffers van de aardbeving. Daarom gaan wij Hart van Nederland en Shownieuws samen nog door tot 11:30 vanavond. Met veel aandacht voor alle acties die er nog steeds plaatsvinden.